Voorzitters, als Nederlanders mogen zeggen hoe ze denken over al die bezuinigingen, nou, dan kan ik het u wel voorspellen. Dan wordt de zorg, dan wordt de politie, dan wordt het onderwijs ontzien. Daar mag volgens de Nederlanders niet op worden beknibbeld. Wel gaan de grenzen acuut dicht voor nog meer gelukszoekers. Dan gaat de kraan voor ontwikkelingshulp ook meer dicht en gaan er miljarden minder naar dat moloch, dat bureaucratische project van de Europese Unie. Dan zal de linkse publieke omroep het met veel minder geld moeten doen en dan komt er geen dure JSF. Voorzitter, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als de kiezer het voor het zeggen heeft, dan past de fractie van de Partij van de Arbeid in een Mini Cooper op zijn best. Wegkijken, voorzitter, heeft geen zin meer. De vastgelopen coalitie kan zijn hoofd diep onder het dashboard van die auto steken. De kiezer staat op springen. De kiezer telt de dagen tot de verkiezingen uiterlijk op 11 mei 2011. De kiezer wil een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet in plaats van dit stelletje hulpelozen in dat vastgelopen autootje. Maar eerlijk is eerlijk, het kabinet heeft ook wel een aantal dingen bereikt. Zo gaat het goed met de integratie. Althans, met de integratie van Nederland in de Dar el-Islam, in de islamitische wereld. Enthousiast werkt dit kabinet mee aan die islamisering van Nederland. In heel Nederland, in heel Europa moet ik zeggen, zet de elite eigenlijk de sluizen open. Nog even en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws voor dit multiculti-kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet. Het is ook nieuws voor het CDA. Het CDA dat inmiddels staat voor christenen dienen Allah. Voorzitter, dit kabinet, deze elite, heeft niet de geringste wil om zich te verzetten tegen die islamisering. Nee, het ziet het als een prachtige verrijking voor het Nederlandse landschap. Al die knusse moskeeën, al die leuke hoofddoekjes, al die gezellige boerka's. Ja, Nederland wordt er echt een stuk mooier van. Hier en daar valt af en toe een dooie, er wordt een keer iemand verkracht, het land gaat op termijn failliet. Maar dat mag de pret niet drukken. Een kniezer die daarop let, nog even geduld en dan wacht ons die islamitische helstaat. Voorzitter, een beter milieu begint bij jezelf. Heel veel Nederlanders ergeren zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam. Oftewel, ons straatbeeld gaat in sommige plekken steeds meer lijken op het straatbeeld van Mekka en Teheran. Hoofddoekjes, haardbaarden, boerka's, mannen in rare lange witte jurken. Voorzitter, laten we daar een keer wat aan doen. Laten we onze straten terugveroveren. Laten we zorgen dat Nederland er eindelijk weer uit gaat zien als Nederland. En die hoofddoekjes, voorzitter, zijn echt een teken van onderdrukking van de vrouw. Een teken van onderwerping, een teken van verovering. Het is een symbool van een ideologie die daarop uit is om ons te koloniseren. Daarom, voorzitter, tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze 7e-eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier, niet in Nederland. Voorzitter, Nederland kent accijnzen. Wij kennen accijnzen op benzine en diesel. We kennen parkeervergunningen. We kennen een hondenbelasting. We hadden een vliegtax. We hebben nog steeds een verpakkingentax. En waarom dan niet, mijn eerste voorstel, de introductie van een hoofddoekjesbelasting. Een kopvoddentax, zou ik het willen noemen. Gewoon, voorzitter, 1 keer per jaar een vergunning halen en dan meteen even aftikken. 1000 euro per jaar lijkt mij een mooi bedrag. Dan gaan we eindelijk een keer eens terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft gekost. Ik zou zeggen, de vervuiler betaalt. Nou, mijn vraag aan het kabinet dan ook is, bent u bereid een kop voor de tax, bent u bereid een hoofddoekjesbelasting in te voeren? Lijkt mij heel goed voor Nederland. Voorzitter, het kabinet. Mevrouw Kamp. Ja, voorzitter, het is te absurd om op te reageren, maar ik ben ook voor een tax. Een tax op peroxide in haar, want dat vind ik ook een beetje vervuilend af en toe. Oké. Nou, kunt u voorstellen. Voorzitter, het kabinet wil de burger niet vertellen wat de massa-immigratie en de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen ons land kost. Het kabinet weigerde onze vragen te beantwoorden. Vorige week is daar al een spoeddebat
over geweest. Gelukkig, voorzitter, weten we inmiddels bij benadering, want nogmaals, het kabinet zegt het ons niet, bij benadering wat dat kost. Het weekblad Elsevier sloeg om het rekenen en kwam uit op ongeveer 200 miljard dollar in de laatste decennia. Om precies te zijn, 216 miljard euro. En alleen al voor dit jaar berekende Elsevier een bedrag van 13 miljard euro. Voorzitter, dit kabinet... Mevrouw Halsema. Voorzitter, ik wou een vraag stellen over die benzineaccijns die u met een miljard gaat verlagen. Kom ik zo op. Oh, gaat u gang. Kom zo op de tegenbegroting. Voorzitter, dit kabinet wil het dus niet weten wat die massa-immigratie kost. We gaan toch ook niet uitrekenen wat bejaarden kosten, zegt het kabinet. Hoezo weten we niet wat een bejaarde kost? Iemand in een verpleeghuis kost 165 euro per dag. Een gevangene kost 192 euro per dag. En een tbs'er kost 476 euro per dag. Maar als het gaat om het stemvee van de Partij van de Arbeid, dan is het ineens oogjes dicht en snaveltjes toe. Dan moet de waarheid onder de pet blijven. Als het gaat om immigratie, dan lijkt de informatie ongeveer een staatsgeheim. En dat terwijl de immigratie het resultaat is van het regeringsbeleid. Het gevolg van de beslissing om de sluizen wagenwijd open te zetten. En voorzitter, die 1 miljoen mensen uit islamitische landen, die 1 miljoen moslims moet ik zeggen, die Nederland nu kent, veel van hen daarvan zijn immigranten. En die komen echt niet allemaal uit liefde naar Nederland. Ze komen niet allemaal hier naartoe omdat ze het zo'n ongelooflijk mooi land vinden, vol met al die kafirs, die ongelovigen. Voorzitter, waar ze bijvoorbeeld wel voor komen, zijn de uitkeringen. En waar u, voordat u mij er nu op aanvalt, is het mijn collega de heer Dibi, die onlangs in een interview zei dat jongeren in Marokko Nederland zien als een utopia waar je uitkeringen kan krijgen. Een afhaalbalie voor gratis geld, maak ik daarvan. Kortom, voorzitter, het is een economische calculatie voor veel mensen om naar Nederland te komen. Daar geen cent te makken, hier vaak een vette uitkering. En voorzitter, is het dan zo gek dat wij ons ook een keer afvragen hoeveel die linkse hobby ons kost? Dat wij ook een economische calculatie uitvoeren. Als zij het doen, waarom doen wij het dan niet? De boodschap van het kabinet is betalen en je kop houden. En weet je wat? Het immigratiefeest moet doorgaan. Blijft u ook maar lekker 2 jaar langer doorwerken. 2 jaar zwoegen en 2 jaar zweten om dit rare experiment te financieren. Voorzitter, wat een visie. Meneer Pechtold. Ja, voorzitter, even de onderbreking in de beledigingen. Noemde u het nou ook net koptax? Kopvoddentax. Kopvoddentax, ook een stijlvolle vergelijking. Ik heb uw tegenbegroting gelezen. Is het een serieus voorstel of moeten wij hier naar het Leids Cabaret Festival luisteren? Wat bedoelt u daarmee? Want ik wil gewoon eens een keer van u weten, u gooit er dan weer wat in. Wat is dat voor een tax? Nou, gewoon een belasting. Je vraagt een vergunning aan als je een hoofddoekje wil dragen. Dat kost je 1000 euro per jaar. Ja, voorzitter, als een collega hier met voorstellen komt en dat betekent een pet, de hoed van Plasterk, die vallen daar buiten of is apart tarief? Nou, voor de heer Plasterk zou ik nog wel een apart tarief in het leven willen roepen, eerlijk gezegd. Maar nee, het is gewoon een kop van de tax. Met andere